Leuk dat je kijkt naar deze video. Deze week gaan we even iets heel anders doen. Nou ja, iets heel anders. Ander soort video. Vandaag ga ik laten zien hoe ik een advertentie voor Bel zal gaan maken. Nee, ik ga hem nog niet plaatsen. De advertentie komt pas per 1 juli daadwerkelijk online. Dus dan ga ik hem op verschillende websites plaatsen. Toch zal ik die website wel ook even laten zien, zodat je een idee hebt waar je zou kunnen kijken als je een pony zoekt. Maar ook waar je je pony of paard kan plaatsen als je die dus zou willen verkopen. Ik heb niks met de website, word daar ook niet door gesponsord of wat dan ook. Maar dit zijn wel de websites waar wij zoeken of zouden zoeken en waar wij dan Bella te koop gaan zetten. Bella staat natuurlijk ook gewoon bij ons op onze eigen website. De meeste mensen zullen dat niet hebben. Maar als je dat wel hebt, is het wel handig, omdat je daar al je informatie eigenlijk kwijt kunt. En dan kunnen mensen dus wat uitgebreider dingen lezen, omdat je dat niet per se altijd kwijt kan in een advertentie die op andere websites neergezet wordt. Dus ik ga jullie meenemen naar de computer en dan op de computer laten zien hoe ik dan een advertentie voor Bel maak en waarom ik voor sommige dingen wel kies en andere dingen weer niet kies. Dus ga maar mee. Oké, we zijn nu dus bij de computer en ik heb Word even opgestart omdat ik denk dat dat handig is om eerst je advertentie eventjes in Word te tikken en dan kun je hem daarna kopiëren en plakken naar waar je hem hebben wil. Eigenlijk begin ik altijd, tenminste lijkt mij logisch, met de naam, dus Bella. Maar dat is niet haar volledige naam. Zij heet Bette Akkers. En dan met een comma S, Bella. Nou, het is dan ook handig om daar andere informatie neer te zetten, zoals geboortedatum. Natuurlijk of het een merrie of een ruin is. En hoe hoog ze is, dus de stokmaat. Kleur. En zo zijn er dus een heel scala aan dingen die je aan informatie neer zou kunnen zetten. Ik heb dit natuurlijk allemaal al gedaan. En om jullie niet te vervelen met allerlei dingen die ik aan het intypen ben, pak ik even de website erbij. Zo. En alles staat bij ons natuurlijk al op de website. Nou, ik zal hem helemaal groot maken. Kun je lekker veel lezen, hoop ik. Ik zal hem nog groter maken. Zo. Nou, we beginnen dus met dat Bella een 6-jarige Welspony is. Dat het een zeepony is. Dat vind ik persoonlijk, als ik naar advertentie kijk, ontzettend belangrijk. Omdat je wil een C, een D of een E. En dan kun je alle A en B's wel bekijken. Maar soms wil je dat niet. Dus ik zet er wel bij dat het een zeepony is. Nou, haar volledige naam bent de Akkers Bella. Haar sportnaam is Sweetiebel. Ze is ook al ingeschreven bij de KNS. En nou, bij ons staat er dan wel bij dat ze per 1 juli verkocht wordt. Wij hebben ervoor gekozen om video's te maken. Omdat het handig is als je een paard of pony gaat kopen, zodat je daadwerkelijk kunt zien wat de gangen van een pony zijn. Dit eerste stukje heb ik van Esra gejat. Want dan laten we Bel helemaal overal zien. Ik vond het erg leuk in haar verkoopvideo. Nou, ik weet niet of zij hem gemaakt heeft, maar van een pony die bij haar op stal stond. Die is inmiddels verkocht. Wat ik wel jammer vind is dat in veel verkoopvideo's we alleen dit te zien krijgen. Dus Kim. Nou, Kim is niet de eigenaar van de pony. Kim rijdt Bella bij. Die rijdt dus op een andere manier dan dat Tessa rijdt. En het is ook niet zo dat als je een pony hebt die heel goed netjes kan lopen, dat jij als je die beheersing van het paardrijden helemaal niet hebt, dat jouw pony dan ook per se zo gaat lopen. Hij weet wel hoe het moet, maar dat wil niet zeggen dat jij dat er ook uit kan halen. Dus daar zijn wat meer skills voor nodig. Dus wij hebben ervoor gekozen om, even kijken hier, Tessa apart te doen van Kim. En zo kan je dus zien dat als een ruiter op een andere manier rijdt, de pony dus ook op een andere manier loopt. Dat vind ik persoonlijk in ieder geval eerlijker. En dan kan je ook beter verschil zien tussen hoe jouw dochter of zoon zal rijden als die nog niet zo ervaren is. Of juist als die wel heel ervaren is. Wij hebben er dan nog voor gekozen om het hele verhaal van Bella te maken. Ik kan me voorstellen dat je dat niet wil of niet kundig genoeg bent met video's maken. Maar voor ons is het wel heel leuk om die video te laten zien. Ik zou hem ook gemaakt hebben als ik geen YouTuber was. Gewoon omdat het leuk is om dat hele verhaal naar voren te brengen. En nogmaals, op zo'n manier weet je veel beter wat voor soort pony je koopt. En waar die vandaan komt, waar die gestaan heeft.
Wat er daarvoor mee gebeurd is. Nou komt Bella bij echt een hele leuke fokker vandaan. En dan is het eigenlijk jammer als andere mensen die hierna met Bella aan de slag gaan, dat niet weten. Nicole, waar ze daarna geweest is, dus de moeder. Maar even kijken hoor, bij Nicole, daar is ze gewoon fijn opgeleid. Dus dat zijn dingen die wil ik gewoon graag delen. Zodat de toekomstige ruitertjes, want na de volgende zal er vast nog meer komen, gewoon weten wie Bel is. En dan kan je daar ook misschien wat van leren. Natuurlijk heb je verkoopfoto's nodig. Daar hebben we een aparte video van. En ook hoe we de video maken. Dus die kan je dan ergens, zal ik die linken, dan kan je hem zien. Wij hebben hier dan een foto van de zijkant, zodat je goed het hoofd en het lijfje kan zien. Hier een staande foto, dan kan je zien hoe de rug hier loopt, zo, en hoe de benen lopen. En hier dan, ik noem het de statiefoto, daar kan je dus goed zien hoe Bel is. Nou, dan krijgen we naam, sportnaam, schofthoogte, welke ras is, dat is ook belangrijk. Maar ook dat ze 300 kilogram weegt ongeveer. Dat betekent, als je uitgaat van maximaal 20% van het gewicht dat belast kan worden, heb je het over 60 kilo, inclusief zadel. Nou, zadel en hoofdstel wordt meestal 10 kilo voor gerekend. Heeft Bel wel een ponyzadeltje. Maar goed, dat neemt niet weg. Dan zal het misschien 7 kilo zijn. Maar dat betekent dus dat je maar 50 kilo kunt wegen om op Bel te rijden. En dat mis ik wel ook in advertenties bij andere mensen. Want ja, voor hetzelfde geld is je dochter of zoon gewoon te zwaar voor de pony. Is niet goed voor de pony. Krijg je rugproblemen of andere problemen. Ligt natuurlijk ook nog aan hoe goed je kunt rijden. Dus al met al is het een pony voor kinderen en niet voor volwassenen. Nou, Bel is geboren op 16 juni. Ik heb haar vader en moeder erbij gezet, omdat er mensen zijn die daar heel erg in geïnteresseerd zijn. Ik vind het zelf minder belangrijk, omdat ik gewoon een leuke pony wil en niet zo heel veel verstand heb, of eigenlijk geen verstand heb van fokkerij of van lijnen waar paarden uit gefokt zijn. Dan willen veel mensen weten waar de pony staat, dus locatie heb ik erbij gezet. En dan bij ons gaat dat per e-mail, er komt wel een telefoonnummer nog bij, maar wij gaan even met een prepaid en een oude telefoon werken, dus dat moet nog geregeld worden. Ik mis, niet vaak, maar soms zetten mensen er helemaal niet bij wat voor karakter een pony of paard heeft. En ik denk dat de mensen dat wel willen weten. Want ik vind het wel belangrijk dat Bel bijvoorbeeld een bevriezer is en dat ze er echt niet tegen kan om gestraft te worden. Er zijn mensen die zijn toch wat anders in de paardensport. Die moeten deze pony dus niet kopen. En ik denk dat Bel daar niet gelukkig van wordt, maar dat is dan één ding. Maar het is ook dat het ruitertje daar ook niet gelukkig van wordt als jij op een andere manier opgeleid bent of daar anders over denkt. Wat ik vaak ook mis is de opleiding. Dus ik heb er wel bij gezet wat de opleiding is. Ik vind namelijk belangrijk dat een paard wat langer de tijd krijgt om de botten en de spieren te laten ontwikkelen. En dat mis ik nog wel eens bij anderen. Dus bij ons is deze is wat later zadelmak gemaakt. Ik heb er dan bij gezet wat haar opleiding is qua dressuur, qua springen, qua crossen, vrijheidsdressuur en dat ze bijgereden is. Dus dan weten ze dat ze ook goed correct gereden is elke week. En dat vind ik persoonlijk wel belangrijk. Nou, dan over het rijden zelf. Wat vindt Bella makkelijk? Wat vindt Bella minder makkelijk? Zo is ze in dressuur heel makkelijk. Maar springen hebben echt wel een tijdje problemen gehad. Nou, die problemen die zijn opgelost. Maar daar heeft wel heel veel tijd en moeite in gezeten. En heel veel geduld van Tessa. Dus ik vind het wel belangrijk dat mensen weten dat Bel prima kan springen. Maar dat je daar ook wel iets voor moet doen. Nou, buiten rit is het de brave Bassie, dus daar had ik niet zo heel veel over te vertellen. Dan heb ik de wedstrijden erbij gezet en dat we daar nog gaan uitbrengen. Dan op stal, ze is gewoon een brave Bassie, dus ook al deze dingen gaan makkelijk. Dat zie je eigenlijk wel bij alle advertenties staan. Dan nog over Bella als YouTube pony. Wanneer ze voor het laatst gekeurd is. Ik ga meer over keuring vertellen in een andere video. Waarom wij niet kiezen voor een verkoopkeuring. Maar dat legt de dierenarts allemaal uit. Dus dat is een hele interessante video die jullie later kunnen zien. En dan verkopen wij Bel ook nog eens een keertje met al haar spullen. Vaak zie ik wel dat er bijvoorbeeld zadel tegen meer prijs enzovoorts bij kan. Maar eigenlijk vind ik dat een soort, hoe moet ik dat zeggen? Minder handig. Kijk, het zadel van Bella is op maat gemaakt voor Bella.
En dan kan ik het wel over gaan zetten op een andere pony. Maar ik wil eigenlijk dat Bella de rest van haar leven met een goed zadel rondloopt. Nou, als jij een beetje goed bent met je zadel, kan een pony daar heus heel erg lang mee doen. En misschien niet haar hele leven, maar wel heel lang. Dus ik wil helemaal niet dat ze verkocht wordt zonder haar zadel. Want daar hebben we heel veel tijd, expertise, moeite en geld in gestoken. En waarom zou je dan je pony zonder zadel verkopen? Ja, de prijs wordt wat duurder. Aan de andere kant hoeft die persoon niet helemaal op zoek te gaan naar een zadel. Of hebben we kans dat er een zadeltje op bel gelegd wordt wat niet bij haar past. Met gevolg dat ze rugproblemen kan krijgen. En dat wil ik eigenlijk voor Bel niet, maar voor een nieuwe ruiter ook helemaal niet. Nou, dan krijgt Bel haar hoofdstel en haar dekens en alle andere spullen ook gewoon natuurlijk mee. Ik wil dat ze in een net pakket naar het volgende ruitertje gaat. En dat die alle spullen heeft om lekker met haar aan de slag te kunnen. En als je dan op smaak of iets anders wil kopen. Dat is natuurlijk helemaal aan jezelf. Maar ik wil wel zoveel mogelijk aan haar meegeven. En ja, dat zijn dure spullen. Dus daar vraag ik ook extra geld voor. En wil je dat niet, kan ik me dat voorstellen. Maar ik wil heel graag dat ze verkocht wordt met die spullen. Dus ik denk dat als je daar duidelijk over bent, dan weet een koper alvast van nou, dit wil ik wel of dit wil ik niet. En dan kies ik desnoods voor een andere pony als ik dat allemaal niet wil. Ik heb er ook bij gezet wat voor een kopertje we zoeken. Of koper, want dat zijn meestal de ouders. Zodat ja, er geen teleurstellingen komen. Niet dat als jij 12 bent en bij wijze van spreken, noem maar wat, 60 kilo weegt. Ja, dan ben je ongeschikt om op bel te rijden. En dan kom je aan en dan moeten wij zeggen, nee, gaan we niet doen. Nou, dat vind ik niet fijn voor het nieuwe ruitertje. En ja, ik vind het niet fijn voor bel. Dus ik wil dat gewoon voorkomen. En dat mis ik ook wel in veel advertenties, dat mensen daar toch niet zo heel duidelijk in zijn. Sommigen zetten er wel bij, zijn op zoek naar een ambitieus ruitertje. Ik denk, ja, wat is een ambitieus ruitertje? Misschien is het handig om daar iets meer over te vertellen, zodat er geen mismatch ontstaat. Nou, dan nog meer informatie. En we hebben er dan voor gekozen om nog heel veel foto's toe te voegen, zodat je op je gemak eventjes kan kijken van, joh, wat voor een pony is het? En uit verschillende hoeken en dat je de kleur goed kan zien. En uiteindelijk kan je bij ons natuurlijk altijd terecht op YouTube en op Instagram. Maar heel veel mensen hebben natuurlijk zelf ook een Instagram-account. Of misschien zelfs wel een YouTube-kanaal. Dus ik denk van waarom zet je het dan niet bij in je verkoopstukje of op website. Zodat mensen gewoon even kunnen scrollen. Niet iedereen wil openbare profielen. Dat kan ik me voorstellen, dus dan houdt het op. Maar misschien kan je dan wel zeggen van joh, ik voeg je toe als je meer foto's wil zien. En dan kunnen mensen ook andersoortige foto's gewoon eventjes kijken of misschien wel stukjes video. En ik denk dat je dan een veel completer plaatje krijgt van hoe je pony is en wat voor ruiter daarbij zou passen. Nou, als je dat allemaal opgeschreven hebt, dan krijg je dus dit hele verhaal waar ik net doorheen gelopen heb. En dit zou je dus kunnen kopiëren en dan heb je op bijvoorbeeld Facebook heel veel pagina's paarden en ponies te koop. En dan ben ik dus lid geworden van deze. Er zijn er nog veel meer. Dus je kunt ook lid worden van andere. Van die besloten groepen zijn het meestal. En dan zie je ze gewoon voorbij komen op je eigen tijdlijn. En dan heb je hier dus mensen die paarden en ponies zoeken. En die ze verkopen. Eentje terug. Nou, hier ben ik dan niet lid van, maar hier zou je natuurlijk ook gewoon prima kunnen kijken. Ik vind wel sporthorses meestal leuk. Dus hier kan je dan ook de nodige paarden en ponies. Daar is ook een website van, die zal ik zo even laten zien. Dus hier zou je hem te koop kunnen zetten. En dan hebben we nog deze paarden te koop. En hier kan je dus zelf gewoon advertenties maken met je foto's en je video's. En dan kan je dus kijken naar zoeken naar een paard of pony of hem te koop zetten. Dat is op Facebook. Dan heb je natuurlijk een marktplaats. Nou, ik ga even niet inloggen. Maar dan zoek je gewoon op pony. Pony te koop. Je krijgt eerst van alles wat je niet wil. Maar hier heb je dan pony. Dieren en ponies en paarden. Deze moet je hebben. En dan kan je hier dus ook nog zien van hengst, merrie enzovoorts, dat soort zoeken. Maar je kan hier dus gewoon plaats advertentie. Nou, dan moet je inloggen. Dat kan ik. En dan kan je hier dus zelf beginnen met het maken van een advertentie in je paard of pony hier aan toevoegen. Zoals gezegd, wij gaan pas per 1 juli
wel verkopen, dus ik ga dat nu niet invullen. Sporthorses, advertentieplaatsen, precies hetzelfde. Dan heb je hier nog e-horses, die is wel meer Duits gericht, maar dan nog kan je hier prima je paard pony te koop opzetten. Nou, en wat ik zei, we hebben hem dan op onze eigen website staan. Nou, dit is dus hoe ik het doe. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat jij het ook zo moet doen of dat iedereen dat zo doet. Het zijn keuzes die wij maken. En ik wilde gewoon even een voorbeeld laten zien, zodat je ja, daar zelf je eigen ding van kunt maken of je eigen manier van een advertentie maken. Leuk dat je gekeken hebt. En per 1 juli kun je dus onze bel waarschijnlijk op deze websites ook vinden. En ze staat natuurlijk op onze website. Wil je meer informatie alvast over bel, kan je dat op onze website lezen. En mocht je echt heel graag Bella willen kopen en al zover zijn dat je ouders dat ook willen. Of misschien een vader of moeder zijn die denkt, hey, dit is de pony voor mijn dochter of voor mijn zoon. Dan kun je ons altijd mailen. En dan kijken we verder of het voor zowel jullie als voor ons passend is. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem interessant? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op het belletje daar ergens beneden te drukken. En dan zien we je heel graag in een volgende video. Doei!